ja, het is mijn eerste jaar bij VCC. Ik heb daar heel veel zin in. Het zal vooral een heel jong team zijn. Met 3-4 jongens die in de Nederlandse onderzeventingsselectie ook zitten. Een aantal jongens rond de 20 die nu al een paar wedstrijden op een paar jaar meedoen in VCC 1. Ik ben dan dit jaar bijgekomen om wat ervaring te brengen. En daar ook een goede mix te vinden. En dat de jongens in 2-3 jaar tijd door kunnen groeien naar een topklasse club. Sinds dit jaar hebben we een indoorfaciliteit in de school. Twee netten, dus sinds begin februari zijn we daar aan het trainen. Alle jeugd is daar aan het trainen, met de selectie zijn we daar aan het trainen. En ja, over 2 weken is het lekker naar buiten. Een van de overseas spelers van vorig jaar komt terug. Verder Viv Kingma, die blijft daar gewoon natuurlijk de bodem van Nederland zelf. Dat is erg belangrijk voor ons zijn. En voor de rest een grote groep jonge jongens. Bas de Leden, die al een paar jaar meedoet, die moet toch ook gaan laten zien dat hij op de hoofdklasseniveau het kan. Ja, ik denk dat het een mix is van jonge jongens en jongens met ervaring. De jonge jongens zijn erg gretig, willen graag leren, willen ook echt laten zien dat ze op dat niveau thuis horen. En denk ik een goede balans tussen wat oud en wat jong dus. En de bowling side en de betting side. En met Viv heb je natuurlijk een belangrijke troef met de bal in handen. Oeh, dat is lastig. Ik denk dat er best wel een aantal clubs zijn die serieus willen kijken om omhoog te gaan. Wij willen zeker bovenin mee gaan draaien. En is het dit jaar niet, is het volgend jaar wel voor het kampioenschap gaan. Dankjewel.